Heb je hem gevraagd? Hij was te moe. Het was te laat. En hij had geen zin. Vandaag beter. Ik zal hem spreken. Overtuigen. Ik beloof je. Sophie? Wat ga je? Ga nu maar. Als het niet lukt, geef ik je een centje. Stop met jou, Ali. Waarom? Wat is er? Hij heeft mijn teammate afgepakt. Zeg, wallah. En nu is mijn hart gebroken. Komt goed wel uit, joh. Ja? Weet je wat ik niet begrijp? Hij wil zelfs niet meer met... Ja, hij wil niet voetballen, hij wil niet internet, hij wil niet rot hangen. Wat is dat voor mens? Ik ben helemaal paranoia nu. Vieze kakkerlak. En alles komt door zijn nieuwe schoenen. Die rot schoenen, ja. Nieuwe schoenen? Nieuwe schoenen? Blijkt aan de gang. Dat zijn drommel geworden. Ja, maar... Dus? Wat dus? Schoenen zijn niks. Zijn blijdschap is heel veel duurder. Eerst de schoenen alleen maar voor school. Maar niet alles wat op de grond ligt te trappen. De schoenen moeten... verdwenen. Geen diefstal meer, ik heb er genoeg van gehad. Ik kan mensen die 2 keer per jaar kleren voor hun kinderen kopen. Niet elke... Ja, kinderen, we hebben maar alleen 1. Wacht. Maar als iets gebeurt met die schoenen, krijgt hij geen andere. Bovendien geen zakgeld. Muhammad! Muhammad!
Hey, ik moet weg, hè? Die schoenen moeten verdwijnen, ja? Ik ga plannen wat ik ga doen. Doe wat je wil, hè? Ik ben er mee eens. Doe jij ook wat je wil, ik ben er ook mee eens. Ali, alles goed? Wat doe ik hier? Ik bedoel, ga je naar huis of niet? Ik? Huis? Nee. Trouwens, ik heb Mohammed. Hij is met zijn vader. Hij was met zijn vader. Hij heeft net zulke schoenen voor hem gekocht. Oh, yeah. En hij is nu onderweg naar huis volgens mij. Hoor. محمد you
toch vandaag de schoenen gaan kopen? Ja, maar kom. Mohammed! Mohammed!